Naast het blussen van branden maken reddingen uit het water ook deel uit van het takenpakket van de brandweer. Om de kunst van waterreddingen scherp te houden, oefende het korps in Den Helder met een gespecialiseerd duikersteam uit regio Amsterdam-Amstelland. Ja, we hebben oefening gezien die bij ons regelmatig voorkomt. Dat is een persoon te water, waarbij een samenwerking van een autospuit en een hoogwerker of een ladderwagen nut en noodzaak toont. Worden deze oefeningen vaak uitgevoerd? Ja, wij proberen deze oefening toch wel 2 tot 3 keer in de maand terug te laten komen voor ons duikteam. Omdat het gewoon belastende oefeningen zijn, omdat je toch een mens aan het zoeken bent. Nou, het is vooral belangrijk dat het bevelvoerder snel beeld kan vormen. Zodat als wij aankomen dat we een vrij nauwkeurige locatie hebben. En dan is het voor ons werk om de pre-dive check en de buddy check uit te voeren bij de duikers. Dat ze veilig te water kunnen. En dan wordt het gewoon snel zoekslagen maken in het gebied waar de bevelvoerder denkt waar het slachtoffer ligt. Hoe ging de oefening? Nou, hoe ging het? Vrij goed. Goede samenwerking met de hoogwerker en het duikteam wat hier te plaats kwam. Wat is nou het moeilijke aan zo'n situatie? In dit geval zie je het slachtoffer niet. Dus goed in de gaten houden waar hij is en waar hij voor het laatst gezien is. Zorgen dat de duikers veilig te water kunnen, veilig het water weer uit kunnen en de plaatsbepaling. Volgens de RO is trainen met verschillende korpsen geen overbodige luxe. Op verschillende locaties kunnen andersoortige oefeningen worden gedaan. En voor de lokale korpsen biedt het een kans om de broodnodige kenners vers te houden. Daarnaast zijn de duikers in deze oefening in opleiding. En zij kunnen alle trainingsuren goed gebruiken. Jullie werken samen met collega's in Den Helder. Worden zulke regionale samenwerkingen vaker gedaan? Wij zijn nu bezig met korps specifiek met een aantal nieuwe duikers. Het moment dat ik in een regio ben, zoek ik altijd contact met de collega's van de regionale brandweer. En de wil is altijd wel om de oefeningen te draaien, zowel voor ons goed en voor de mensen goed. En waarom wordt er interregionaal geoefend? Vooral om te kijken naar procedures is belangrijk. De duikwagen hier komt uit Heerhugowaard en Hoorn. En zo kunnen wij hun wat bieden en hun bieden ons wat. Ja, het is voor ons einde inzet, kerkkracht nummer 1. Slachtoffer gelokaliseerd en geborgen wordt afgevoerd naar het ziekenhuis over. Gelokaliseerd, is geborgen, wordt vervoerd naar het ziekenhuis, einde inzet, 2:30.